Hij is online. Hoi jongens. Oh, die schoenen van heftig. Kijk, zeg even hoi. Hoi. Hoi Niels, wil je in de vlog? Mag wel. Oh, wat leuk. Dit is Niels van der Vecht. Hij is heel goed in fietsen, lange baan. Waar ben je niet goed in eigenlijk? Short track. Oh, maar dat doe je toch eigenlijk? Ja, dat is eigenlijk wat wij doen. Maar, kijk, Stijn, waar ben je mee bezig? Stijn had eigenlijk dit even een beetje, beter moeten plannen. Nou. Oh, hij is een beetje ingezoomd. Of niet, Stijn? Wat ben je mee bezig? Kijk, dit hè? Schaatsen. Dit is een lange baan schoen. Voor degene die het nog niet wist, hè? En die moet hierop. Maar Stijn, weet je wel hoe het moet of dat ook niet? Ja, ik weet ook hoe het moet. Maar zoals jullie zien gaan we dus even lekker lange banen zo. Oh, je moet zo vasthouden. We gaan dus even lekker lange banen. Lekker lange banen. Daarna gaan we fietsen. We hebben onze fietsen hier. Nou ja, deze is van Robby Favoriet. Dit is mijn fiets. En dus gaan we na de training, na de lange baan trainen. We hebben dus 45 minuten lange baan training. Daarna gaan we lekker fietsen. En ja, ik ga op het ijs ga ik wel even mooie GoPro video's maken. Zodat jullie een beetje mee kunnen genieten van het, fietsen, van het ijs. Fietsen. En ook op fiets natuurlijk. Dus doei. Ben onderrood in Friesland. Ik heb die ijs om mijn nek, ik vries man. Ik glij naar haar, lijkt wel als ik ski man. Rolly om mijn pols, maar ze weten dat ik vries man. Ze was zich elke dag goed met die lotion. Ben snel, maar ik neuk een slow motion. Binnen 5 minuten was mijn bed alle ocean. Maar respect voor vrouwen hebben, dat is mijn motion. Ze had een lange nek met de Efteling. Ik deed haar niet. Als die meid je weer belt, want hoogstwaarschijnlijk wil ze weer geld. Want ben op mijn money net Louise. Sta in de min, maar ben geen vriezer. Met Sven. Yo man, ik sta in de Chile. Met 5 minuten ben ik bij. Ah, is goed man, tot zo. Tot zo. We zijn dus klaar met de short. Short en lange baantraining. Ja, en het ging echt lekker. Doe mij even interview. Met wie? Ja, met iedereen. Met Jenning, onze nieuwe team. Ja, we hebben een nieuw team van ook. Nee, jij vindt broers een kut. Dus jij moet even weg. Ik had maar 1 veer. Dit is Jenning. Kijk, ik heb maar 1 veer. Wil je even uit het beeld? Ja, jij bent wel echt aandacht. Jenning, die zit sinds dit seizoen nieuw bij ons in het team. Ik ook. Ik mag even voor Jenning. Wat zijn je doelen voor dit jaar? Hoe groot ben je eigenlijk? Ja. Hoe oud ben je? Heel lang. 15. En je bent 2 meter 10 of zo? Nee, bijna 3 meter. Maar wat zijn je doelen, Jenning? Hey, Sven, is mijn rug een beetje rood? Ja. Hey, mag ja. Jongen, ooit dit. Ben je gevallen? Ja, maar ik voel het niet. Nee, ja, ongeveer hier zo. Nou, je hebt ongeveer je rug gebroken, denk ik. Jij bent echt grappig. Ik kan echt niet. Veel oranje. Maar even tempo. Echt voor je. Ik zie dit is echt, dit was eerst mijn hoekje. Nou, kijk eens, dit kan echt niet trappen. Gast, jij bent gewoon mij aan het trappen. Ja, ik ga hier ook. Oh, dit is hier echt een bende trouwens. Ja, ik denk wel. Dat is Tom. En Tom zit bij ons nieuw in het team. Stel jezelf eens even voor. Hoi, ik ben Tom. Ik ben 19 jaar. En ik ben nieuw bij Team Wadro. Wadro. Ja. Wapening, centrale. Ja, dat kun je eruit knippen. Wapening, Wadro. Nee. Nu zit je gewoon, we knippen je uit het team, bedoel je? Ja. Ja, dan. Zo. Nee, weg, kon, bloes, bloes. Jij nou eens toe, dit is de dochter van de bondscoach. En ze heeft geen eens normaal schaatsen. Ja, want kijk haar schoen, kijk haar schoen. Ja. Hoe zeggen ze dat zelf? Wadro. Mensen die zeggen Wadro, dat zijn mensen. Nou, het is Wapeningscentraal Droge Ham. Ze lijken me Wadro. Kijk jongens, film even. Het is niet Wapeningscentraal. Normaal moet je hier 2 veren tussen doen, maar dit meisje heeft er 1. Ik dacht dat het reserveveer was. Ik dacht dat die andere 2 reserve was. Daar zit ook maar 1 veer. Ja, ik dacht dat er waren 4 in het kijkje. Oh, dus ja, het is niet zo slim. Maar ja, kut lange baan. Nee, het is hartstikke leuk. Als je het gewoon goed doet. Kut. Nee, weet je, kut. Ja. Net of praten. Kut. Doet hij het? 1 seconde, 2 seconden, 3 seconden. Nou, we gaan dus even lekker fietsen.
naar de... Nou, lekker, we gaan... Kut, mijn bandjes kapot. Ja, dat is Sven. Als de camera aangaat, gaat Sven helemaal zo praten. Of heel kinderachtig gaat hij praten. En mijn bandjes kapot zie ik nu. Oh, ja, doe dan een short track helm op. Doet hij het? Maar we gaan dus fietsen, maar Sven... Sven zijn bandje is eraf. Ja. Dus ik zal er even een knoop in leggen. Niemand wil kinderen van Sven. Dat gaat ook in de vlog. Oh, niet zo moet het ook zo weer maken, zoals dit zit. Kijk, maar hij heeft dat dingetje niet meer. Dat dingetje is weg. Oh. Dit is echt goed vlogmateriaal, jongens. Het stinkt er wel uit je mond. Zo, hij zit nu vast. Ja. Nou, dankjewel, wij gaan even lekker fietsen, jongens. Tot zo. Maar wie moet kaal, Sven of ik? Ja, laat maar even het weten. Staat ongeveer gelijk trouwens. Echt? We hebben over 6 reacties. Oké, okay, doei. We zijn klaar met onze fietstraining. Ging het goed? Ja, lekker. Bij jou? Ja. Even naar de Mac. Doei aan de vloer. Fijn weekend. Joejoe. Oké, we hebben dus 67 kilometer gebroest. 60? Ja. Nee, 58. Nou, 50, jongen. Wat zeg je nou weer 60? Dat is 60. Afronden. Ja, altijd afronden naar boven. Hey, fijn weekend, jongens. Doei, Essel. Bedankt dat je hebt gekoerst voor ons. Geen probleem. Echt, daar ben ik echt dankbaar voor. Niels ging even naar Sauw. Die had een snelle Jelle gehad, die ging nog even een blokje. Ja. Ja, en Tom, ja. Tom is gewoon Tom. Tom is gewoon Tom. Doei. Fijn weekend. Dit zijn echt twee hele goede schaatsers. We kunnen nog wel veel van elkaar leren. Eén heeft een hele goede techniek, dat is de rechter. Daar kan de linker nog wat van leren, maar de linker heeft een hele goede conditie. Daar kan de rechter nog wat van leren. Eigenlijk zou je deze twee... En wat kunnen we leren van jou? En deze, ja, het filmen. De snelheid. Nee. Maar hoe krijg ik dan zo'n goede conditie? Hij is moeten jullie twee niet even, gaan fietsen. Even in één. Dit seizoen worden we één. En twee. Zo. Maar in ieder geval, we zijn klaar met... Wij gaan vanavond dus werken voor het eerst bij de New York Pizza. Echt in dienst. Vorige week was het een grapje. Nou, geen grapje. We mochten gewoon een keertje bezorgen. Ja. Maar ja, we zijn dus klaar met fietstraining en we gaan naar Lidl. Even broodjes halen. Dit is Team Suomodo. En Team Suomodo is een sprintploeg. En dit is Jim. Ik heb 3 jaar bij Jim in de klas gezeten. En dat is nu voorbij. En dat is Rolf. Rolf is een tegenstander van Michel en Ronald Mulder. En wie is dat? Dat is Sverre. Nee, dat. Bram. Ze is ineens weg. Wat is er nou? Oh, Anna. Ja. Oh. Anna, jouw naam kwam laatst ook al in onze video voor. Ja, ja. Heb je onze vlog niet gekeken? Oh, ik vul hem een beetje. Jouw naam kwam ook in onze vlog voor de vorige keer. Oh, hey, Rommelsen. Straatkoning. Zo! Holy shit! Ja, heel multicultureel. Ja. Wie ben jij? Ik ben Ronson. Wat is je afkomst? Jamaica. En deze vlag is voor iedereen. Ja, zowel voor mensen zoals uit Jamaica, als voor mensen uit Groningen, Drenthe. En Jim. En Friesland. En Jim. En Jim is van Suriname. Mijn moeder die deze vlag vanmorgen. Ga eens Fries praten. Hoe is het, Maidi? Het gaat hartstikke goed, man. Ik ga hartstikke goed, man. Mooi zo, mooi zo. Ik vraag of die bloedlust. Oh ja, vind je bloed lekker? Nee. Nee. Ik zou het ook niet zo lekker vinden.